zwarte mensen in Amerika, homoseksuelen in Zeeland en Willem Weven een wereldburger. Dat zijn de drie onderwerpen. Charles Johnson is een Amerikaanse schrijver. En hij heeft voor zijn boek Middle Passage, dat in Nederland in vertaling is uitgekomen als Slavenroute, de National Book Award gewonnen vorig jaar. Charles Johnson is een zwarte schrijver en zijn boek gaat ook over het wel en wee van een slaaf, een vrijgemaakte slaaf in de vorige eeuw die onverwacht op een slavenschip richting Afrika gaat. En het boek is ook symbolisch voor de toestand van de huidige zwarte in Amerika. Charles Johnson is de vierde zwarte schrijver sinds 1953 die de prijs krijgt. Hij schreef daarvoor 6 proefromans in 2 jaar. En dat duurde 20 jaar voordat hij erkenning kreeg. Ook zijn eerste boek is in het Nederlands vertaald. En het heet Faith en het verhaal van een moerasvrouw. We gaan praten met Charles Johnson. Mr. Johnson, please take a seat. Mr. Johnson, what can I offer you to drink? Whatever you're having, I'll take it. Red wine, white wine, water. Red wine, that would be nice. Your book is a remarkable book. It's a mixture of old seafarer stories, Treasure Island, Moby Dick, even the parrot is drunk. But it's also an exciting story about a freed slave finding its way on a ship to Africa. Well, it's very clear that this book is an allegory. But in what way does it reflect race relations in America? Well, Middle Passage is set in the year 1830. So it fits into the historical moment, I think, of the early 19th century. The characters speak very often like 19th century characters. However, they are also designed or built or characterized to also reflect contemporary black and white people in America today. So it's an allegory of race relations in America in the second half of the 20th century, as well as a historical novel, and I hope also a philosophical novel. But isn't it a strange thing that you depict live, let's say, in the beginning of the 19th century of a black man, and it's also an allegory of modern life, so nothing changed in 150 years? Well, certain things have changed, but, you know, if you read the historical record of American history, I think you find that people haven't changed that much since the mid-19th century. It's 100 years ago, it's 120 years ago, but it's really the blink of an eye. When you really look at human emotions, you look at human relations, how people interacted, you look at racial attitudes, for example, it really is not that long ago, I think, experientially. Let's say, slavery still play a role in the consciousness of black people? I think that the experience of slavery has always been a part of the consciousness of black Americans. Obviously, slavery was over by 1863. What happened thereafter was the period of Reconstruction, and then the turning back of Reconstruction and the institution of Jim Crow segregation. We have a sort of continuous history of, I think, discrimination up until perhaps the Civil Rights Act of 1964. Since then, the last 20 years or so, 25 years, things have been different and much improved. But I do think that black Americans have always had a high degree of historical consciousness, awareness of the kind of oppression that their grandparents suffered, that their great-grandparents suffered. The hero in your book says that for a black man, there are actually 2 ways to go. Outright sedition or plotting reform? Now, you are a university professor. Is that an example of plotting reform? That's a good question. I think you're referring specifically to the main character of the novel, Rutherford Calhoun, who's something of a rebel. And so his approach is... He's a very wise man. Oh, he's a very wise man, but he's a very impetuous and sometimes irresponsible man as well, as we see in the beginning of the book. But his approach is that of outright sedition. Towards colonialism, towards oppression. His brother, however, is an interesting person insofar as he does not run away from slavery or responsibility. I'm talking about you. Are you an example of plotting reform? Am I an example? Well, I say all that to say this. I think both ways of thinking are embodied in my own consciousness. Sometimes I think that in order to get things done, you have to have a direct, aggressive approach. At other times, I think you have to take the approach of steady reform and working through legislation and working through the courts. I think both approaches are
viable means to the goal of equality. But can both approaches be in one man? I think so. Yeah? I do think so, yes. Have you been demonstrating in the 60s, for example? Was I demonstrating in the 60s? I certainly found my way to, I guess, protest certain things, like the Vietnam War. Back in the 1960s, I was a sort of amateur writer, but I was a professional cartoonist. And so as a political cartoonist, what I did was I addressed questions of the civil rights movement and bigotry, and specifically as a college student, the Vietnam War. I put a lot of effort, I suppose, into that on the campus newspaper and the town paper that I drew for. So you must be a specialist in black humor. Well, sorry for the joke. Well, it's too easy. Blacks nowadays call themselves Afro-Americans. African-Americans. African-Americans. I wonder, why could you explain this change of labels? We've had the coloreds, the Negro, the black, and now Afro-African-Americans. There's a history to that. Mm. If you look at the 19th century, black Americans are called colored people. Then the preferred term was Negro, okay? During the civil rights movement, the term became black. That became very popular. Prior to the civil rights movement, if you called someone black, that was a fighting term. It was negative. Mm-hmm. On the other hand, people like Malcolm X and those involved with the Black Pride movement made being called black American a title of honor. Mm-hmm. Now, in recent times, the media and also Jesse Jackson have promoted the idea of the term African-American being more appropriate. Mm-hmm. Now, why is that? It's because all Americans are hyphenated beings. We have Irish-Americans. We have Italian-Americans. And so the thought was, those people look back to their country of origin mm-hmm. as well as to their American identity. So why should not black Americans mm-hmm. do the same thing? African-American acknowledges a past in Africa, and yet a life today in America. Afro-American does not do that, not in quite the same way. But an American historian, Shelby Steele, who wrote the book The Content of Our Character, it's gone. Oh, here it is. Very good book. You know it, of course. I reviewed it, yes. Did you like it, by the way? I supported it. I endorsed it. Yeah. And he says that the blacks continue to reinvent themselves. I believe he's quite right. He is not a historian. He is an English professor in California. And this is a series of essays that he wrote grappling with very important questions, I think, in terms of race relations. We are a people in America, I think, in general, who are in constant process and change and reinvention. And that, of course, includes black Americans as well. The current debate in America right now is not over whether or not we should call someone African American or black. It's more a debate about what does it mean to be an American when Americans are such a composite people, including Native Americans, Asian Americans, immigrants from Europe in the early part of the 20th century, African Americans who have been there since the year 1619 when the first boatload of slaves arrived at Jamestown. So Americans have always had to grapple and redefine the nature of what it is we have in common at the same time that we emphasize our diversity and difference. Why are your characters so obviously smart? Smart? They're very smart. I mean, they're very intelligent. They chat about Hegel as if it is the weather. And they all have a degree in philosophy. No, they don't. No, they could have one. No, but is there a reason? Is it, well, you might say it is to counter prejudice, perhaps, that a black man can write an intelligent book? It's tricky. Yeah, that's not really accurate. Actually, all the characters don't speak that way. You're thinking of the ship's captain, Captain Falcon, the main character, Rutherford Calhoun, who was taught many, many things by his master, who was a very benign and liberal theologian. Many of the characters on the ship, for example, are illiterate, the white crewmen. No, it isn't the case that, you know, they all have a great, you know, degrees in philosophy. But here, let me say this, okay, to finish off. The intelligence and education of Rutherford is not something that's
terribly unusual. If you look at Frederick Douglass, the great American orator and abolitionist, you have an individual with a mind so impressive that Abraham Lincoln would say of him that he was the smartest man that he ever met. I know these are the characters of your book, but you as a writer, the book is also a philosophical book. Yes. And there is a debate here in Holland. It started in a weekly, and there the author made a very interesting remark. He himself is a black man, and he says, as a black man, I have to show the people that I'm the best, that I'm more intelligent than the others. I have to succeed at university. I've got to have better degrees than the others. And I thought, perhaps, did you suffer a bit from that? Did I suffer from that? No. Well, not suffer. Well, that's my ironical way of saying it. I know. It's quite possible. Well, there's a saying in America among black Americans, and perhaps it's applicable to other people as well, that given discrimination and segregation, you have to work twice as hard to get half as far, which I think has been true in the past. I think that many African Americans feel that they have to perform at a very high level in order to simply get into the door. And they work exceptionally hard. They are what we call type A personalities. They are very aggressive individuals. But in your book, you make some interesting allusions to positive discrimination. There are complaints about illiterate Negroes getting degrees and lowering standards of excellence. Do you believe in positive discrimination? Does it help? Positive discrimination? Or affirmative action, whatever it's called? I think affirmative action is a tricky and very difficult subject as we talk about it in America. I do think it's necessary, yes, I do, to correct many years, I would say centuries, of segregation. You have to make an effort to hire people of color if you have categorically and systematically denied their presence in business and at universities. I do not believe in quotas, however. I think that's another matter, that's quite different from affirmative action. Go ahead. But there are books. There's a book from an American university professor who has been an affirmative baby. He says it doesn't help. But there's also Shelby Steele, who says, the black man's greatest enemy is himself. He identifies too strongly with the victim. He calls it race holding. And their biggest stumbling block is their inferiority complex. And if you go into affirmative action, then you victimize the black man, because that's Shelby's argument. Shelby is not, for example, against developmental assistance to people, for people who have been held back. I know that for a fact. He and I have corresponded, by the way, too, after the publication of this book. The thesis of his book is a very intriguing one, and I think it's worth sort of talking about for just a moment. Because of all those years of segregation, blacks and whites suddenly found themselves, after the Civil Rights Act of 1964, in an arena where segregation was outlawed, and they had to confront each other as equals. His term for this was integration shock. Okay, integration shock. No one has ever used that phrase before. And I do think maybe for the first 15 or 20 years of increased integration in America, we found ourselves groping to understand each other now that the barriers had been taken down. Now, Shelby will go one step further and say, well, the barriers are down. We all start off at the starting line in this competitive race equally. You see what I'm saying? It's a race, and if you've been behind, you run harder, twice as hard. There are other African Americans who feel that, well, no, we don't start out equally. Some of us have started out with one foot tied behind our back. For example, not being able to go to university or college, not having a family that has a tradition of managing money, of working with the stock market. No, no, no. Certain things have to be built up. So there are people in the black community who agree with Shelby Steele's argument and those who feel that it needs modification and a little bit more clarification. Mm-hmm. I generally agree with his arguments, but, you know, I think we can't take them all as they are. We have to argue them. We have to discuss them. We have to test them and see if they will work out as Shelby Steele hopes that they will. Now, you're the fourth black writer to receive the National Book Award, and now nasty rumors say that the award is clouded by ethnic consideration. Nasty, very nasty. Yeah. No truth to them, seriously, whatsoever. No. Did this book make you blacker than you were, more black than you were?
Well, I've been black since birth. I don't think I'm going to be any blacker because of that book. Seriously, I think it was a false debate. I think it was an media-inflated controversy, and it died down the day after the ceremony, and you know, my book won. There was nothing about it. It sure did. And I wish you all the success with your book, especially in Holland. Thank you very much. Okay, thank you. Johannes Adrianus Menne Warre is een groot dichter. Maar hij is ook dagboekschrijver. Die houdt hij al 50 jaar bij. En sinds 1981 verschijnen die met grote regelmaat. Deel 9 is al verschenen, in het najaar komt deel 10 uit. Die dagboeken geven een kijkje de keuken van een dichter. Maken gedichten ook soms begrijpelijker of geven interessante achtergronden. Maar we zijn ook getuigen van emoties. 23 jaar huwelijk. Uiteindelijk strand, omdat de dichter kiest voor de herenliefde. Warre heeft ook vertalingen op zijn naam staan. En dat is een van de redenen waarom hij hier zit. Uitgekomen is de herziene vertaling van De Sade, 120 dagen van Sodom. Ook is nu net uitgekomen een bloemlezing van zijn hand. Het eigen werk, nakijken, dromen, derven met een prachtige inleiding van Gerrit Komrij. Allemaal redenen voor een gesprek met Hans Warre. Gaat u zitten. Meneer Warre, wat mag ik u te drinken aanbieden? Ik heb wit-rood water. Rode wijn graag. Het stichter bij mij zit rode wijn. Een van de grote geneugten van het leven, vind ik dat. Ik hoop dat het hier ook een geneugte is. Meneer Warre, ik zou zeggen, met zo'n boek, zo'n herziene vertaling van De Sade, De Zweep erover. 120 dagen van Sodom. Ik moet u zeggen, ik had dat nooit gelezen. En ik begon er een beetje aan te snuiven, maar ik hield er niet bij op. Niet dat ik zo'n voorkeur ben van het stoppen van een lief klein ratje in de vrouwelijkheid en het dan dichtnaaien, zodat het beestje zijn weg naar buiten vindt. Maar het is toch interessant. Inderdaad. En u heeft u ooit een keer tegen uw uitgever gezegd, die vroeg u wat is het schandelijkste boek? Nou, toen kwam De Sade. En mij vraagt me af, wat is de aantrekkingskracht van het schandelijke? Ik geloof dat het interessantste is. Je hebt zelf allerlei fantasieën. Natuurlijk, er is een soort voorliefde voor deze dingen. Je hoeft ze niet allemaal uit te leven. Maar je hebt allerlei dingen verzonnen. En wanneer je dan bij een schrijver dit overtroffen vindt, die veel en veel verder gaat dan je stoutste fantasie, in welke richting dan ook, kan gaan, nou, dan raak ik tenminste zeer gefascineerd. En toen ik dus voor de allereerste keer dit boek las, ik was verrukt. Ik vond het verschrikkelijk, want af en toe dan kun je het haast niet meer. Dan moet je het boek wel eens even dichtslaan. Niet? Maar ik vond het ook een bevrijding. Ik vond het ook een bevrijding. Ik dacht, kijk, dit is het nu wel. Hier is het allemaal gezegd. Lezer en snuffelaar in de dagboeken, kom je in het eerste dagboek vooral nogal wat krasse vreedheden tegen. Die u als klein ventje uithaalde met dieren. Hè? Kat verdrinken, kikkers doorklieven, de longetjes uit een pad trappen, zodat hij ze weer opzuigt. En dat kleine vrede ventje werd een natuurdichter. Ja. Dat is de extreemste touche. Ja. Is dat het enige antwoord wat u erop heeft? Nee, dat zeer zeker niet. Ik geloof dat deze wreedheid die ik als kind inderdaad op allerlei dieren uitgeoefend heb. Ik geloof dat dat iets is wat in alle mensen haast zit. Dat kinderen vooral op het platteland halen al dit soort streken uit. Er zijn dingen die je zelf doet. Er zijn dingen die werkelijk waar je later verbaasd van staat, waar je van jezelf walgt dat je gedaan hebt, die je ook in jezelf je hele leven kwalijk neemt dat je ze gedaan hebt. Er zijn er andere waar die verder gaan en waar je dus niet meer meegaat. Ik heb dus inderdaad, zoals ik in mijn dagboek bekend heb, bijvoorbeeld die padden plat getrapt en dan met interesse gekeken hoe die dieren inderdaad die ingewanden weer naar binnen hijsten en weer verder scharrelden. Het is verschrikkelijk. Ik
kon dat dus als kind blijkbaar doen. Wat ik dus niet kon tolereren, dat is wat vriendjes van me deden, een vogelnest met jongen in de fik steken. Dan werd ik woedend. Daar vocht ik mee. Dus dat ging voor mij net blijkbaar iets te ver. Waarom, weet ik ook niet. Waarom ik voor het ene terugdeinsde en voor het andere niet, dat weet ik niet. Er zijn dingen maar die... Maar er zijn meer wonderlijke tegenstellingen. De natuurliefde, die u uiteindelijk als jongen een bundel opgedragen aan Jacques P. Thijssen. U schreef ook in tijdschriften voor natuurvrienden. En tegelijkertijd ontwikkelt u zich als een soort decadent met esthetische inslag. Een gelakte nagel, wat poederderie op de wangen, gecoiffeerde bakkenbaarden zag ik ergens op een foto. Hoe ongerijmd was u in het Zeeuwse Borselen? Ik was in het Zeeuwse Borselen een volkomen onmogelijke figuur, maar dat was ik toch al. U kunt zich het dorp Borselen in de jaren 20 en 30... heel moeilijk voorstellen. Dat was echt het einde van de wereld. Ja. He, een boerengemeenschap met landbouwers. Mensen zoals dus bijvoorbeeld mijn vader, die waterbouwkundige ingenieur was, die waren in zo'n dorp. Ja, er was er één van. Dan was er nog een dominee. En u was ook enig kind? Ik was ook nog enig kind. Er was alleen dus de dominee en de burgemeester. En die hadden geen kinderen van mijn leeftijd, waar je dus bijvoorbeeld eventueel... In die tijd toen ook allerlei standen nog veel meer golden. Kortom, ik was toch altijd... Maar dat was ongerijmd voor de gemeenschap. Ja. Maar hoe ongerijmd was u bij uzelf? Want u was dichter en een tijd lang ambtenaar op de burgerlijke stand. Homoseksueel, maar ook een rokkenjager. Decadent en natuurvriend. Nu, dat is een beetje te veel. Nu zegt u zoveel tegelijk. Ja. Bijvoorbeeld, ik zal nu maar nemen homoseksueel en rokkenjager. Omdat dat een hele... een mooie tegenstelling is. Wanneer je dus merkte dat je... Althans, toen ik merkte dat ik homoseksueel was... dan was als het ware de enige mogelijkheid om dat helemaal af te wentelen van je... was om erg achter meisjes aan te zitten. Veel met meisjes om te gaan. Ik ging trouwens graag met meisjes om. Ook omdat ik dus waarschijnlijk door homoseksuele neigingen... Maar je kreeg natuurlijk het idee... Jij zit achter de meiden aan, je bent echt een rokkenjager. Dat is dus één kant. En verder heb ik dus in mijn hele natuur altijd die dualiteit gehad. Aan de ene kant ben ik een verschrikkelijke estheet. Iemand die van mooie dingen houdt, die de schoonheid werkelijk aanbidt. En aan de andere kant heb ik ook heel mijn leven graag in de zelfkant van het leven... In de smurrie, in de slechtheid heb ik me ook altijd voor geïnteresseerd. Tussen die twee polen leef ik. Tussen de Zeeuwse schorre en morre en het Franse schorrimorri, zoals juist, u het zei. Ja. U bent ook colombofiel. Ja, dat is een hele wonderlijke afwijking. Dat is een ernstige ziekte. Hoe is dat zo gekomen? Een duivenliefhebber, hè? Dat is... het is waarschijnlijk gekomen dat ik ben dus... vogelliefhebber over het algemeen. Ik heb een abnormaal grote belangstelling voor vogels. Altijd gehad, ook als kind al. En ik heb dus als jochie van een oom van mij een paar duiven gekregen. En daar is het mee begonnen. Ik vind duiven gewoon heerlijke beesten. Ik heb maar nog steeds... het erotische leven bij duiven, daar heeft u ook opmerkingen over gemaakt. Pedofilie komt onder duiven voor. Alles komt bij duiven voor. Niemand gelooft het. Vertel eens een pedofiele duif, hoe gaat dat? Een pedofiele duif, dat gaat dus zo. Dat wil ik allemaal weten. U wilt het allemaal weten. U hebt wel eens bijvoorbeeld een stel gewone... gewoon normaal heteroseksuele duiven zien trekken, bekken en zien treden. Ja. Nadien, goed. Nou, een pedofiele duif, die is meestal een doffer... die al jongen heeft die min of meer groot zijn, vliegvaardig en zo wat meer. De duif, ik moet nu een klein beetje college geven... de duif voert zijn jong uit de krop... Bij het liefdespel van een volwassen doffer en duivin... krijgt de duivin ook een heel klein beetje voedsel toegediend door de doffer... of hij doet alsof. Maar in ieder geval, dit gebaar wordt gemaakt. Nu, uw pedofiele doffer, die voert dat jong... maar dat jong, dat
begint dan al een heel klein beetje zo de houding van een duivin, van een duifje aan te nemen. Kan dan, wanneer het een poosje gevoerd is, die en zo in elkaar gaan duiken zoals een duivin doet. En dan treedt die oude doffer, dat jong, het is een... ik weet niet hoe ver u met andere dieren op de hoogte bent, maar bij haast alle dieren komt dit jeugdige liefdespaal voor. Pist u ook op het duivenvoer? Nee, dat doe ik niet. Maar dat schijnt heel goed te zijn. Dat schijnt erg goed te zijn, want ze houden van zout. Ja. He, en het is dus een oude Engelse traditie. In de 19e eeuw pisten alle Engelse duivenliefhebbers op het voer om dat een beetje een ziltige smaak te geven. Want je ziet ook duiven altijd in de pishoeken de grond opeten. Daarom zijn ze rondom pissoirs, juist, de duiven. Ja, goh. Zo is het. Maar je was je allemaal niet leert uit zo'n dagboek. Ja. U eet ze ook op, hè? Ja. 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 Ze zijn heel lekker. U wilde vogelkundige worden. En u heeft, begrijp ik, ook bijvoorbeeld de geluiden van vogels genoteerd. Werkelijk op een lettergrepige wijze. Zou u dit prachtige gedicht Aubade met lijsters willen voorlezen? Hier vraagt u het onmogelijke van een dichter. Maar ik zal het proberen. Ik heb dit is een primeur. Dit heb ik nog nooit voorgelezen. Ik ben zo benieuwd. Ja, ja. Ja, ik ook. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat eruit komt. Ja. Want hier is dus letterlijk de zang van de lijster in overgeschreven. Het is niet zomaar een dadaïstisch grapje, het klopt. Ik vrees dat dit een ontzettende lacher wordt. Want dit heb ik zelf ook nog nooit gedaan. Ja. Aubade met lijsters. De rijm stijgt dampend uit de weiden tot sluiers om de zon, die tussen de lentetwijgen een Japanse allure krijgt. Pirix, pirix, tui, tui, tiwiwiwi, tli, tlu, tli, tiriktiping, tlulilililili. Melkauto's in de verte, de postbode nadert. Litu, tjoek, tjoek, tjoek. De postbode loopt voorbij. Tek, tok, tek, 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 trk, trr, trr, trr. Titiwu, pikwi, pikwi. Prachtig. En dan heb ik begrepen dat piri piri, dat is de patrijs. Ja. Of en tek, tok, tek, tek, trrr, tek, tek, dat is de winterkoning. Dat is de winterkoning. De zanglijster heeft namelijk in zijn repertoire een enorm aantal imitaties. Ik heb deze wijsheid allemaal van een zeer interessant artikel geschreven door uw partner, zoals dat in vies Nederlands heet, uw vriend, uw levensgezel, Mario Molengraaf. Die heeft u ontmoet toen hij 17 jaar oud was. En toen vroeg ik me af, krijgt u veel fanmail van jongens? Ja. Ja. Dit soort brieven, ja, ik bedoel, dit klinkt nu raar, maar dit soort brieven van... u lijkt me een aardige man, ik wil wel eens een avondje naar u toe komen en een nachtje bij u slapen. Ja, dit soort brieven krijgen. Om getreed te worden, Waarschijnlijk, ik weet het niet, maar... Maar maakt u de liefde niet mooier dan hij is? Hoe bedoelt u? Nou, in uw verzen. Is prachtig. In uw verzen lees ik, maar ook de jongens. Gulzige monden, amandelvormige ogen, strak glanzende huiden. En dan kijk ik in een tijdschrift, Oog in Zeil. Ja. En dan zie ik daar, en dan denk ik, dat zijn toch eigenlijk allemaal een beetje boefjes. Oh ja. Ja. Ja, boefjes moet je natuurlijk wel een heel klein beetje, hoe zal ik zeggen, schminken, een beetje opmaken. Met woorden. Ja, met woorden. Ja. Maar heeft u niet de neiging, want kijk, je leest bijvoorbeeld uw eerste bundel, Pastorale, dan denk je een idylle. Hmm. Lees je later het dagboek, dan denk je rampen. Rampen. Dicht u het zo toe? Ik geloof dat inderdaad... Nee, er zijn natuurlijk prachtige momenten. Hmm. Prachtige momenten van illusie, van zelfbedrog, van een enkele keer van vervulling. Maar meestal moet je het, ik geloof, iedereen in je leven met een soort... illusie blijven doen. Maar daarin ga ik u dan minder volgen. Hè? U heeft in uw Parijse tijd Marokkaanse boefjes... die soms wel handig met het mes zijn of goede diefjes. Ze besodemieteren u keer op keer op keer op keer. Als lezer zie je het aankomen en u trapt er telkens maar in. Ja,
Ja, zo is het. Zo is het leven. U snapt vogels misschien wel beter dan jongens? Ik geloof dat je ook vogels heel moeilijk kunt leren begrijpen. Wat mij nou zo verbaast, een homoseksuele dichter kan schrijven over kuiten, gulpen, jongensbillen, eikels, balzakken, wat er niet allemaal in voorkomt. Daar mag hij over uitweiden. Maar op een toon dat als een heteroseksueel het zou doen, dan zou hij misschien een viezerik en een kinderlokker zijn. Ja, dat weet ik niet. Ik schrijf nu ook niet zo verschrikkelijk veel over al die zaken die u net... Nou, kuiten komen, ben ik kuiten een komen voor. Er komt een keer een ranzige gulp voor, geloof ik. Ja, ik heb ook een balzak geteld. Oh, maar, ja. U hebt, ja, ik heb het een hele speciale bril voor op moeten zetten. Nee, maar ik vroeg me af, word je dan als homoseksuele schrijver gered door het aura van de verdrukte minderheid? Ik geloof het niet. Ik geloof het niet, nee. Nee, dat geloof ik beslist niet. Ik vraag me alleen af wanneer dus ik maak al niet zo graag hoor, de scheiding tussen homoseksuele poëzie en heteroseksuele seksuele poëzie. Ik zou alleen zeggen goede poëzie en niet goede poëzie. En, want dan kun je zoveel groepen maken, dan kun je ook over religieuze poëzie en niet-religieuze poëzie. Een gedicht moet goed zijn, dan gaat het er eigenlijk, doet het er niet toe waar het over gaat. Van de kunst naar het leven zelf, dan kom je toch bij de dagboeken uit. U bent getrouwd geweest. De vrouw in het boek heet Mabel. U in 1975 gescheiden tot de kinderen groot genoeg waren. Als je leest uw avonturen met de Marokkaanse jongetjes in Parijs. Sommige van de jongetjes die zelfs uw vrouw bespringen. Een abortus, kinderen die niet werkelijk gewend zijn. Al die naarheid en spanningen. En dan word je toch, ik ben het überhaupt hoor, een moralist. Dan vraag ik me af, zat u daar nou niet mee? Ja, allicht zat ik daarmee. Ja. Ik geloof dat dat toch af en toe ook in het dagboek spreekt. Ik denk dat een van de dingen die heel duidelijk uit mijn dagboek spreken zijn, is dat ik mezelf allesbehalve een voorbeeldig mens vind. Iemand die heel sterk de fout van alle dingen, van alles wat verkeerd gaat, bij zichzelf zoekt. Nu gaat het over u. Ja. Als ik een kind van u was, dan zou ik het helemaal niet prettig vinden om te lezen dat mijn moeder door een Marokkaantje werd besprongen. En zou ik het ook niet prettig vinden om te lezen dat je eigenlijk niet zo welkom was als een kind. Ik denk dat mijn kinderen, als ze dat lezen, ook niet zo prettig zullen vinden. Nee. Laat ik het tussen aanhalingstekens, maar ik gebruik het woord bewust. Hoe ploeterig moet je zijn om dat dan toch op te kunnen schrijven? Ja, dat weet ik niet. Dat is up to you to decide, zou ik zeggen. Dat, ik bedoel, maak een harde keus voor de literatuur. Ja, ik maak een harde keus voor de literatuur. Ik heb gekozen nu om dit dagboek te publiceren met alles wat dit impliceert. Ik maak mezelf niet mooier dan ik ben. De ploet die ik af en toe beslist ben, nog ben en geweest ben, die staat daar voor iedereen voor schut. Maar dit is het gevolg van het kiezen voor het publiceren, voor het zelf publiceren van dit dagboek. Kun je nog onbevangen een dagboek bijhouden nu, als je weet dat het gepubliceerd gaat worden? Daar heb ik net zo min last van als bijvoorbeeld sommige mensen komen naar me toe en met een soort schroom wel eens en zeggen, ja, nu komt dat. Als ik op die manier leven moest, dan zou ik geloof ik niet meer kunnen leven. Ik denk daar nooit over. Ik schrijf natuurlijk sinds, ik weet wel eens op een andere manier iets op. Misschien iets zorgvuldiger. Ik zie ook vaker doorhalingen nu al in mijn handschrift. Maar ik kan er absoluut geen rekening mee houden. Net zo min als bij het ontmoeten van nieuwe mensen. Dat je denkt, je schrijft misschien vanavond wat over. Natuurlijk schrijf ik. En mensen hierin gaan niet extra interessante dingen zeggen. Bijna op dicteersnelheid. Ik hoop het niet. Nee. U heeft veel over uw eigen mislukkingen geschreven. Vooral in het begin. U vindt zichzelf niet mooi. U vindt uzelf een slechte dichter. U bent niet tevreden over uw literaire kritieken die u schrijft al sinds 1951 in de Provinciale Zeeuwse Courant. En daar kent bijna iedereen u ook van. Want dat wordt in de provinciale pers ook verder afgedrukt. Maar daar wou ik niet eens over hebben. Nederigheid. Maar bouwt u in die nederigheid niet een monument voor uzelf?
Nou, ik denk wel dat men, ja, in alle nederigheid dan, dat de bedoeling natuurlijk is van zo'n, van het schrijven van een dagboek. Eén ding hoop ik dat u van me gelooft, dat ik werkelijk nooit van plan geweest ben in het begin om het te publiceren tijdens mijn leven. Maar natuurlijk is het één monument voor jezelf van, kijk, dit ben ik geweest. En liefst zal men dat ten eeuwige dagen weten. Zoiets zit er natuurlijk wel stiekem achter. Nu was u 17,5 minuut vluchtig in mijn eter. Ik dank u. Ja. Hij schreef toneel, maakte films, speelde in films, stalde harten als de speurder Hercule Poirot in de Agatha Christie films. Hij is producer, hij is dirigent, hij is toneelschrijver. Hij speelde in toneelstukken. Hij is half Russisch, half Duits, een kwart Italiaans, een kwart Frans. Hij is een sir. Hij bezocht meer dan 30 landen. Hij schrijft er ook over. En hij is nog nooit geïnterviewd door mij. En nu is er een boek van hem uit. Pieter Ustinov, De Oude Man en Meneer Smith. En daarvoor is hij in Nederland en daarom ga ik met hem praten. Het boek gaat over een bezoek van onze lieve heer en de duivel op de aarde. En we krijgen van onze directe verslaggever daar nadere inlichting over. Mr. Ustinov. Please take a seat. I'm so sorry I said Mr. I should have said Sir Peter. Oh, you can change that. Well, from now it's Sir Peter. What can I offer you to drink? Oh, I'll just take some wine, water. Water. No, I'll just take some emmertjes waterhaal. Emmertjes, oh, the... Well, emmertjes waterhaal. Dutch, you... Thank you very Holland much. Holland plays a peculiar part in your life, I understand, because in one of your first films, Our Aircraft is Missing, you played a Dutch priest. Yes, the first film I ever did, really, on a proper film, I mean... Why did they choose you for as a Dutchman? Is it your physiognomy? I have no idea, but I remember still the lines I had to say. It was a very conventional film of the period. It took place in Holland, and I had to play a Dutch priest, and I remember having to say things like, dat waar de 12e zondag na Pinksteren, de plechtige hoogmis, laat ons bidden. And at that moment, of course, the Nazis came into the cathedral and looked around, and the organist went on one note. And the Germans looked furious. And they all went out, and I went on with my bidden. But you speak Dutch like Prince Bernard. Notice that, yes. Yeah. I'm proud to have you here. But I'm not quite sure with who I'm going to talk, with the producer, the actor, the writer, the narrator, the mimic, the raconteur. It's up to you. But why are you attracted to do so many things in one life? Because I haven't got another one. You know, I can't risk two. And they're all, to my mind, parts of the same expression. I mean, writing is really what I'd love to do, and I've decided late in life to do it, and I'm enjoying it more than I've ever enjoyed anything else. I've often written plays, of course. I've written quite a few plays. I've even seen them at the Staatsschouwburg in Utrecht and in the Haagse Comedie in the past. At the time when I was still... And it wasn't double Dutch to you, you could understand. No, I even saw Cor Ruys in the Spaanske Brabander. And I didn't understand that. I can imagine. you write this book about a visit, the devil and the old man got. They visit Earth. I think it must be very easy for you to identify with God if you have so many abilities and have such a great talent to be another person, it must not be very difficult to think that you're a god. It's just as easy to think I'm the devil. It depends on which day it is, you know, and that's why I could write about them both, because I think that they're interdependent.
and that the devil's great reproach in the book, the first time they meet since the fall of grace, he says to God, you pushed me out of vanity because you had to be recognized yourself. And therefore he had to create evil, otherwise there was nothing there. So in that sense, they're absolutely they are bound together for all eternity. But this God is such a naive man. Well, he's not very, very old. Yes, but the man, the Old Testamental God we know, that's a God of how you say, a wrath. Yes, but in the Old Testament, he was much younger. He's become very old. He says at the beginning that he admits that he's immortal, but that doesn't really interrupt the aging process. And he needs help. And when the devil first appears in the hotel, the concierge of the hotel is horrified and says, he looks older than God. God says, no, we're roughly the same age. Would you like to be immortal? No, I should absolutely hate it. I think mortality is an absolutely necessary framework for life. Otherwise, you can't understand life at all. Your book is a plea for human imperfection. Could we say that? That's the only thing I know about. Some people really say that, if we talk about human imperfection, that you have so many talents that you have done too many things to do them really well. Well, that's a sort of customs officer's complex. But since customs officers are going out nowadays, although I must say I'm worried because I started having a passport when I was quite young, and then there was quite a space for your career, for your profession. And gradually over the years, the space gets shorter and shorter, and my new British passport will probably last me for the rest of my life. There's no space at all. They've abandoned it. They don't care who you are, so long as you have a distinguishing mark on your forehead. You have. I haven't looked at myself since then. But I was in Malaysia the other day, and this is extraordinary how the world seems so small. But in Malaysia, I had to get a work permit for one night's performance in Kuala Lumpur. They have no theatres, so it was in a hotel. And I have it still stamped in my passport because I think it's interesting. Oh, God, I've dropped all sorts of things on the floor. I'll pick them up later. It's money? Don't worry. No, it's money. Oh, it's all sorts of things. Probably Malaysian money. And it says here that since I had to perform in a hotel, it's an entrance permit for performance as comedian at Concorde Hotel only. Not permitted... to sit out or dance with audience. That's a really thing to be proud of, I think. It's really proud, and I asked about it. And they said, yes, it's embarrassing. It's a regulation we had to bring in for ambulant prostitutes. But we have no other headline that you would fit under. They thought of... It's flattering. Well, your drama teacher considered you hampered in your acting because you had a dangerous facility. Yes, but that's always what everybody says when you can do things with a certain speed, I think. I don't think I could do anything other than the way I do it. If I take longer with a book or longer with a play, I ruin it. But is it used against you? Because Alec Guinness said that your acting has been undervalued by the critics. Yes, bless him. Wonderful. I've read that passage 8 or 9 times a day. I can imagine, but let's try to be serious for a second. Yes, I am. Yes. Undervalued as an actor. Does it make you bitter? Not a bit. Not a bit. I mean, you're always a little undervalued in the place you've started. I'm certainly undervalued as a novelist in England. I had to sign books the other day in Cardiff. And I was playing there in Wales, the capital of Wales, and they advertised me to be the bookshop for an hour between 12 and 1. And I sat down, and after 18 minutes, they ran out of books. And I said, why? They said, well, we thought we had enough. You'd better come and have lunch. I said, no, I'm staying here for the other 42 minutes just in order to embarrass you. And I sat on my podium, and people came in and said, can I buy a book? Welsh housewives. I said, I'm sorry, I haven't got any. What do you mean?
I took my lunch hour now, so I could come and have it signed. I said, I'm terribly sorry, I haven't got there. How long are you going to be here? I said, I'll be here until the hour. All right, I'll see you again. The people went out, bought the book in other bookshops and came with it to sign. And it was a poetic justice, but that's typical of what happens in England. Now you conquer the world. In Germany, they're much more thorough, with the result is we've just sold over 100,000 hardback copies of this. And I've now said, I'm absolutely amazed. I didn't know there were that many. Das ist der alte Mann und Herr Smith. And, ja, der alte Mann und Herr Smith. Ja, ist ganz ordentlich, gut übersetzt, nicht wahr? Ja. Ja, und mit so einer leicht beleidigte Stimme geht's sehr gut, muss ich sagen. Oder? No, I won't. There's just one man who's allowed to be funny here, so I just keep my mouth shut. No, what interests me, you said, well, you started in England, but now more or less you conquer the world as a goodwill ambassador. You also meet a lot of politicians. What I wonder, meeting all these powers that be, doesn't that, perhaps it's a too heavy word, corrupt you as an artist? Oh, I don't think so. I think it's a hideous warning. Last night I was in your native town, I think, of Bergen. Yeah. And I told them, I said goodbye to them in the way that I imagine Ronnie Reagan would have said goodbye to them. He would have said to them, well, I just want to say that Nancy and I have had a just wonderful time here in with you fine people in Norway. That mimicry comes because you've been talking to him. What? Yes. No, but because you got befriended with them? No, I know him. I knew him when he was the head of Equity. But seriously, doesn't it take the hook out of you? Because everybody is nice once you've met them. So you're befriended with Kurt Waldheim, and I'm sure it must be a very nice man, though he's not everywhere very much accepted. Well, they've been very, very cruel to Waldheim, rather unnecessary. It's to do with his personality, because he is a little bit stiff and Metternich like, I'm very sad about that, because when you get a character like Franz Josef Strauss. Yeah. Well, Franz Josef Strauss used to say things like, I was in Moscow the other day and I met with Brezhnev, and I told him I'd never been to Moscow before. I was there 40 years ago, quite close to Moscow, but I decided, no, I'd wait till later. And that's such truculence that nobody can deny it. Everybody laughs. Nobody asks what he was doing near Moscow at that time, and it passed like anything. Waldheim is always much more defensive, and I remember when he was still Secretary General, he said in a party to me that he remembered something that happened in a former German colony in Africa, and I said, Togo. He said, I tried not to say that. And it was very indicative of a man who is so cautious about everything, and so that he invites difficulties of the sort he had. But I thought the people that pursued him were very much like dogs barking in the night. Suddenly other dogs start barking. They have no idea why the first dogs are barking, but soon everybody's barking and nobody can sleep. This is exactly what happened to him, without any justification whatever. And I came under enormous pressure all the time, in order not to be friendly. And of course I refuse, because my concept of a friendship is that if people are in trouble, you come to their help and not otherwise. But if other people have different concepts, fine with me. This is very clear what you say. But you're not very often that politically outspoken, are you? I am, but I'm not very often as politically roused as that. That seemed to me a case of gross unfairness. And the fact that Mr. Levy should decide to attack Mr. Cole for having had lunch with Waldheim, for God's sake. Does it really anybody's concern who has lunch with who in this day and age?
when all the war criminals are over 90 and there's nobody left to judge them and there are no witnesses left who are reliable. It's all such nonsense. It's so absolutely against human nature, to my mind. Your heart is more with Palestine than with Israel, I understand, from the past. No, I wouldn't say that. I think Israel started with the most enormous credit after the war, the most enormous moral credit. I just regret that she's been living on that credit instead of on the income. And Palestinians, my aunt is married, was married to a Palestinian, so I know that's from very close to. And I terribly regret the situation. I had high hopes of the Madrid conference. I wish it could be solved. And there are many people in Israel, too, who wish it could be solved, because by just hardening the arteries, there's no way out at all. Somebody has to give a little something. You've got a situation in Northern Ireland. You asked where your sympathies lie. They don't lie anywhere except with compassion by now, because it started as a religious war. By now, it's conditioned reflexes. It's a way of life. It's gangsterism. It has no meaning anymore. All the bishops of every denomination come out against it. Doesn't play any role at all. They're still there. Possibly the way out of that is that Belfast has opened about 100 restaurants recently. One of them already has one star in the Michelin Guide. If the streets are lit up at night, it's the best antidote, because it's far more difficult to start behaving like idiots in brightly lit streets than it is in places which shut down for the night with a curfew. Then everything is possible, nothing changes. These are the views, or kind of views, Gott expresses too about the world. That makes it an interesting and funny book. So in the end, you primarily are a writer. In the end, I'm primarily a serious person who, when he's serious enough, arouses the laughter of people. And therefore, for probably basically commercial reasons, I'm as serious as possible all the time. Well, God, Sir Peter, I thank you for this conversation. I still remember the Dutch word, Amen. Okay, thank you. You talk too much, you even worry my pet. You just